Geachte aanwezigen, hetgene dat ik aan iedereen toewens is vrijheid. Vrijheid om te kunnen zeggen en doen wat je wilt. Dit lijkt vanzelfsprekend als je dit hebt. Wij hebben allemaal een eigen vrije wil, een andere manier van denken en we kunnen onze eigen keuzes maken. Toch zijn er mensen die er elke dag naar verlangen, maar er niet eens over kunnen dromen. Niets kunnen doen waar je naar verlangt. Als kind niet kunnen buitenspelen, maar binnen zitten in angst. Wachtend op de volgende bom die valt, of wanneer papa thuis komt. De realiteit is hard. Moorden, oorlogen, bomaanslagen. Kinderen die niet naar school kunnen om te leren zonder bang te zijn voor geweren. Wij moeten blij zijn met de vrijheid die we hebben. We moeten hier dankbaar voor zijn. Dankbaar voor wat het Nederlands Koninklijk Leger voor ons heeft gedaan. Wij zijn 75 jaar vrij dit jaar. Hier wil ik graag even bij stilstaan. De duizenden mensen die voor ons land hebben gevochten, gestreden, hun leven hebben geriskeerd. Al deze mensen die zichzelf hebben opgeofferd, zodat wij hier nu in vrede kunnen staan. Mijn meeleven aan iedereen die dit jaar weer stilstaat bij het verlies van een geliefde. Een broer of zus, een vader of moeder, opa of oma, een vriend of vriendin. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij ons veilig voelen, dat wij ons vrij voelen. Ik ben dankbaar dat wij gewoon kunnen duiken in de golven, niet onder te veel zorgen bedolven. Neem mensen aan voor hoe ze zijn, neem ze lief. We moeten blijven samenwerken. Laat iedereen zichzelf zijn. Haat en geweld zullen nooit winnen van verdraagzaamheid en wederzijds respect. Je zou je niet moeten aanpassen, niet leven via de regels van een ander. Je mag je eigen woorden zeggen, je eigen gedachten spreken. Zolang we maar rekening houden met elkaar. Laat iemands haat of negativiteit je niet stoppen om vrij in jezelf te zijn. Laten we proberen er iets goeds van te maken zolang het kan. Laten we mensen helpen en ze accepteren voor wie ze zijn. Vrijheid is belangrijk, daarom vieren we het. Dank u wel.